cool. Hello. No. Sorry. Sorry. Your room, please. What? Your number, room, please. Yo, YouTube. Hey, Sidi. Het is de laatste dag. Ik heb altijd het gevoel dat we hier maar 2 dagen zijn geweest. Ja, is ook zo. Dat is ook zo. Vandaag, big last day. We gaan naar bewoonde bossen. Want er is een stuk van deze dijk waar het niet toeristisch is. Daar komt er eigenlijk ook niemand omdat ze daar niet naartoe durven gaan. Omdat daar helemaal bewoond is door hippies en shit. En die lopen daar naakt rond. In blote kok. Nice. Het ding is, ik weet niet precies hoe we daar naartoe moeten. Maar ik denk, de eerste thuis, niet dit pad nemen. Maar hier naar boven gaan. Climbing up the hill. Yeah, let's get it. Woo! Adventure time, baby! Bro, karapils! Nee, toch. Nee. Daar is de vulkaan, hè? Daar is de vulkaan! Zie dat topje? Die uitstikt. Solid. Wauw. Soms moet je teruggeven aan de natuur. Omdat de natuur leven aan ons gegeven heeft. Niet genoeg mensen doen dat. Maar hier in Spanje, hij is de stenen terug in de zee aan het gooien. It ain't much, but it's honest work. Maar goed, we hebben de plek gevonden. En het is zo mooi om van bewoond gebied ineens naar een plek te gaan. Waar daar niks gebouwd is. Alleen dit paadje. Die ook gebouwd is door de mensen die hier wonen. We zitten bij de zee. De bewoonde wereld is daar. Er waren hier allemaal huisjes. En dit was gewoon letterlijk een oprit dat iemand gemaakt heeft. Het is nu echt Playa de la Muertos. Alles is hier weg. Er woonden hier echt veel mensen. Er was hier een hele community. Dat is zo de shit waar je niet aan denkt, maar... Corona hier. Alle winkels die dicht zijn. Damn. Shit changed. What the fuck? Why, yo? Hoe kan dit? Er is hier een trap. Why, yo? Waar raam? Wat is dit? Inwacht. Stel je voor dat zo'n trap is. Zo. Het minste wat we kunnen doen, is toch in het water gaan. Het is jammer dat heel de fucking community hier weg is. Maar het pakt niet weg dat je hier een van de meest natuurlijke plekjes strand hebt. Die in Tenerife, ga je zand zeggen, want al het zand in Tenerife komt van Egypte. Omdat de stranden hier zijn stenen. Er is hier geen zand. Dus let's get it. Hey, je moet naar hier komen om de Belgische kust meer te appreciëren. Ach daar, check dit. Dit is van gewoon te zwemmen, ja. Ik heb niks speciaal gedaan. Gewoon over de stenen klimmen. Damn. Nice, hè? Move like a crab. Check. Oh, fuck, bro. Yeah. Hij nam zijn gefaalde missie om La Playa de la Muertos te vinden met daar in de inhabitants. Zijn we nou waarschijnlijk het meest lokale Spaanse restaurant gaan waar ik ooit ben geweest. Dit is crazy. Waar is het? Waar is het? Is dat mango? Patatas bravas. Ah, dat zijn pataten. Damn. Hier hebben we verse calamaris, tonijnkroketje, gefrituurde pepers, een Spanish classic. Ja, natuurlijk, de jara. Goed toch? Ja, de sikke. De big man. Damn, dit kan toch niet? Check dat. Check hoe ver. Ai, ai, ai. Damn. No. Why, yo? Why, yo? Wij zijn ook gek in ons hoofd. Op een goede manier. Ja, als we domme dingen zien, dan gaan we dat ook doen. Met skateboarden doen we dat ook.
Maar zoals die guy van een fucking rots springen over nog 3 meter rots, om dan te dive in water, dat doe ik niet. Dat ben ik erover. Dat is gewoon volledig erover. Maar, we zijn eigenlijk nog niet in het zwembad van ons hotel geweest. Dat is hier. En zoals jullie weten, ben ik notorious om elk jaar op skireis van zo het derde verdiep in het zwembad te springen. En nu, like dit. Dit is er gewoon om vragen. Dit is een fucking snackbar, tipie, dak. Bij het zwembad. Ja, hey, kom op. Kijk, de security hier is kind of lame. Ik denk ook niet dat hier een verborgen camera in de palm trees hangt. Waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat het wel cool is om hiervan te springen. Dus we gaan dat doen, man. Het is gewoon erop geraken. Gewoon hoppen. Ik denk gewoon een voetje. Even een tip voor mensen die ook dingen als dit doen op vakantie. Kijk, bereik altijd je risico. Ja, kan je uit je hotel gezet worden hierdoor? Ja, dus doe het niet in het begin van de reis. Doe het op je laatste dag. Enjoy. Rest. Thank you, Lago. What's the business? Is that player that you love to hate? What's the business? Is that player that you love to hate? Surprise, motherfucker! Hello? No! Sorry! Sorry! Your room, please? What? Number room, please? 215. 215? We have a card. No, sir. I'm sorry. No. Sorry, I know. Here, no. Another hotel? Sorry. Other hotel. Yes. Maar toch zo de camera naast ons gezicht. Toch de fake camera gezet. Zo eentje daar. De plaat van de iets helemaal anders. Hola. Hola. Waarom zegt hij niet zoiets als 3,45? Omdat dit minder... Mensen denken altijd als je liegt, dat ze iets ver van zijn. Niet één ervan. We doen nog een kaartje in de elektriciteit. We zitten hier nu al even en elke keer als ik een klein geluidje hoor, denk ik dat de security op onze deur aan het slaan is. Het ding is, er stond een bordje dat je niet van het restaurantdak in het zwembad mocht springen. Er staat duidelijk dat je niet mag duiken, maar ik heb niet gedoken. Er stond een bordje toch? Niks gezien. Ik heb ook een bordje gezien dat je niet van dat ding mag duiken, oké? En we gaan waarschijnlijk het meest lokale Spaanse restaurant gaan. Wanneer je op reis gaat met ACID. Ik heb een man een rijtje. Maar ik wist toch dat dat ging gebeuren. Was dat? Ik heb een frituurde 7, maat. Net in de douche geweest om al die kloren van het zwembad ervan te was. Nog altijd een beetje para voor de vak. Is dat security? Hello, who is this? Oh no, hey. Fuck. No tengo tiempo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ti? Hey bro, check. Er is toch geen fucking bordje? Quiero jumpar en la polo, no puedo, Laatste dag ook, morgenochtend terug naar huis. Fuck. Back to life. Back to reality. Hey, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, een snel tripje. Als jullie dit leuk vinden, dan ga ik dit zeker meer doen, maar random mensen gewoon even 3 dagen weg kanen. Hey, bedankt om te kijken. Ik was Nathan. Hij was Sashi Yo, a.k.a. Sashi Mine. All the love. All the fucking power. Yo, yo. Oh, is het snot in mijn mond wat? Ja joh! En die snot als proeven. Oh.